wat doe jij, zeg maar, in het dagelijks leven? Hoe bedoel van je? Van werk. Van werk. Nou, ik ben een filmmaker. Een filmmaker? Regisseur, ja. Oké, en door jouw werk en door het huishouden en het hebben van een gezin, ben jij, zeg maar, tegen een burn-out aangelopen. Ja. En tijdens de documentaire ga je dus op zoek naar jezelf. Hoe ga je dat aanpakken? Ik voel me steeds meer een speelbal in mijn eigen flipperkast. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet ook nog even dit en nog heel even dat. Er is alleen maar ik moet. Ja, je denkt vaak als je alle dingen tegelijk kan. Altijd moet je iets te doen hebben. I multitask all the time. So maybe you destroy your tired. Ik ga me steeds slechter voelen. Ik heb maagklachten, vaak hoofdpijn en last van duizeligheid. Ik maak me erg veel zorgen over mijn gezondheid. En hier begon mijn zoektocht naar een minder stressvol leven. Mijn huisarts waarschuwde mij dat ik een burn-out zou krijgen als ik niet iets grondig zou veranderen aan mijn schema. Ik sprak met vrienden, familie en boeddhistische leraren en probeerde een alternatief te vinden voor de race die we rennen tegen onszelf. Ik ben nu onderweg naar een moeder van een meisje uit Romans klas. Want we gaan eieren schilderen. Want het is Pasen bijna. En dan worden dus eieren gezocht door de kinderen. En die worden geschilderd door ouders. Moeders vooral. En ik ben ongelooflijk moe. Want Juno had oorontsteking. Een paar nachten super slecht geslapen. En Sam zei... Je moet gewoon afzeggen, je moet gewoon helemaal niet gaan. Maar ja, ik ga die andere moeders ook niet laten zitten. Wat ik doe, wordt bepaald door het moderne sprookje van een succesvol leven. Met mijzelf als voorbeeldige prinses in de hoofdrol. Ik stort mij niet alleen volledig in mijn werk, maar ik wil ook privé alles geven. Zelfs als dat betekent dat ik doodmoe 40 paaseieren moet verven. Ik moet en zal. Maar wat is dat eigenlijk? Dat succesvolle leven. Dat appel komt steeds terug. Ik weet ook helemaal niet wie dat appel doet hoor, op ons of op mij. Om het allemaal perfect te doen. Maar het is. Kennelijk is het er wel. En dat zie ik inderdaad ook veel om me heen. Ook bij vriendinnen, op school. Bij andere ouders. Dat we dat toch allemaal het beste willen doen. Dat je het gewoon op de rit hebt. En dat je het allemaal, dat het allemaal wel lukt. Dat je een leuke baan hebt. Waar je je ambitie in kwijt kan, waar je gewaardeerd wordt, waar je niet veel stress van hebt en die stress ook totaal niet mee naar huis neemt. Dat je je leven zo weet in te delen dat je gelukkig kunt zijn. Dat is voor mij succes. Dat je genoeg geld verdient en geen schulden hebt. En voor mij betekent het balans op alle vlakken. Waarbij je de rust hebt om eens lekker naar de film te gaan 's avonds, een goed boek te lezen, je huishouden op orde hebt, je vrienden ziet. Dat alles in balans is, dat je ook tijd maakt voor elkaar en dat je... Dat is een soort reclame. Ja. Nee, maar dat is succesvol leven. In je mail stond ook... van over de grim, hè? Dat je je eigen make-up moet doen. Maar ik heb eigenlijk nooit make-up op. Is dat erg? Ik raad het wel aan, omdat op televisie, als je geen make-up draagt, dan lijk je misschien oververmoeid of wat ouder dan je eigenlijk bent. Okay. Anders ben je ook misschien heel erg wit in verhouding met bijvoorbeeld de presentatrices. Misschien iedereen heeft wel ballen, weet je wel. En dat komt dan misschien extra naar voren. Ik denk niet dat je dat wil. Dus we raden wel gewoon aan om make-up inderdaad te
aan te brengen. En toen dacht jij natuurlijk van, nou, dan zit ik bijna tegen een burn-out aan. Laat ik dan eens lekkere documentaire daarover gaan maken. Weer. Ja. Nou ja, dat was inderdaad dan misschien een beetje gek. Maar die dokter zei, ik zou je echt aanraden om een tijdje niet te werken. En ik dacht, ja, maar volgens mij kan ik beter filmen wat hier aan de hand is. En normaal maak ik geen... Wat er aan de hand is, is dat ik opeens in een tv-studio zit tussen twee stralende niets aan de hand vrouwen. En ik speel mijn rol als succesvolle, enigszins vermoeide documentairemaker die ook nog een gezin draaiende houdt. Ik zie mijzelf nu in de krant staan. En ik heb het vreemde gevoel dat ik het wel ben en niet ben tegelijk. Hoe zou ik naar deze foto kijken als ik iemand anders was? Ik zou waarschijnlijk heel onrustig worden van weer een beeld van een succesvolle jonge multitasker. Laat iedereen zich zo beïnvloeden door de beelden van de geslaagde levens die we op ons afkrijgen? Ik word dan soms geïnterviewd omdat ik een film of een nieuwe serie heb gemaakt. En dan krijg ik ook heel veel persoonlijke vragen. En dan denk ik, ja, maar ik ga ook een ander beeld van mezelf neerzetten. Dus ik ga niet zo snel over mijn hele moeilijke dingen praten. En dan, maar dat beeld, misschien worden andere mensen ook weer ongelukkig van dat ze denken, nou, die Sunny heeft het zo goed voor elkaar. Ik heb ook heel lang bij iedereen die maar iets deed wat ik interessant vond, heb ik opgezocht hoe oud ze waren tot op de maand toe, om te kijken hoe ze stonden ten opzichte van mij. Hoe lang je en, nog had. Om... Ja, of hoeveel ik achterliep. Dus Beyoncé, die is dan volgens mij 1 jaar ouder dan ik. Nou, dat haal ik natuurlijk nooit meer. Dus de hele tijd dat soort vergelijkingen. En daar ben ik nu wel mee gestopt, omdat nu gewoon iedereen jonger is. Ja, je kijkt op YouTube en je pakt de grote zangers van ook uit de geschiedenis mee. En denkt van nou, pas als dat het is, dan is het wel goed. Bijvoorbeeld op Facebook, dan maakt iemand een foto van zijn kinderen die heel schattig aan een tafeltje zitten een boekje te lezen. En dan ga ik echt die foto bestuderen van jeetje, er ligt nergens stof rond dat tafeltje. Ik heb altijd één iemand een tijdje die mij dwars zit op Facebook. En dan, ik ga geen namen noemen, maar zo iemand die kan mij dan maanden onrustig maken. En dan ga ik wel kijken wat die persoon doet. Hij wordt heel ongelukkig ook. Ik vind het een ontzettend onbevredigend gevoel. Want je bent weinig tevreden. Je vindt altijd wel iemand die beter is dan jij bent. Altijd. Dus ik ken dat gevoel wel. Dat je denkt, shit, ik blijf achter. En ik doe niet zo heel veel interessante dingen als de rest van de wereld. Ja, zo'n plaatje kan wel het idee geven dat iemand een leuk leven leidt. Als ik naar binnen kijk, bij andere huizen, fantaseer ik over de levens die ik daar zie en vergelijk dat met mijn eigen leven. Het lijkt een automatisme te zijn dat ik mijzelf constant met anderen vergelijk. Ja, dat heb ik vaak met mijn buren en hun nette huis, denk ik. Maar hoe doen ze het? Ja, yeah, I think I've had moments where I thought, oh my god, that's like the Sound of Music family there. I mean, I think they're singing all the time and everybody's happy. Ging dan op vakantie en dan ga je naar een camping. En dan zitten dan allemaal andere gezinnen. En dan ineens zie je zo allemaal die gezinnen naast elkaar. En dan kan je zo je leven vergelijken. You know, when I'm in the park, seeing other parents handle it in a really calm, neutral way, I think, that's not how I do it. And I wish I could do it that way, but it just doesn't work. Andere gezinnen staan altijd om 8 uur op en gaan dan een frisse bergwandeling. Waarom duurt het bij ons altijd zo lang? En waarom krijgen wij de tent niet ingepakt in een uurtje en georganiseerd en dat je alles kan vinden? En dan hoor ik van een vriendin inderdaad die met de kinderen lekker gaat schilderen of weet ik veel. En denk Wanneer doe je dat? Wanneer doe je dat? Gelukkig zijn anderen ook gevoelig voor de plaatjes van perfecte levens. We laten ons behoorlijk gek maken.
Ik probeer mij te herinneren of dit altijd al zo is geweest. Van jongs af aan krijgen we op allerlei manieren een ideale wereld voorgespiegeld. Is het niet de liefste glimlach van de hele wereld? We worden grootgebracht op een dieet van sprookjes, waarin uiteindelijk het kwade wordt bestraft en het goede en mooie wordt beloond met een lang en gelukkig leven. Er was eens een prinses. Ze had lange goudblonde. Ze had ogen zo blauw als viooltjes. Ze was een heel gelukkig meisje. Ze was nog nooit zo gelukkig geweest. Allemaal staarden ze naar het mooie Wat meisje. Wat is ze mooi, zei de dwerg. Kun je koken, vroeg de dwerg. En wassen, naaien en schoonmaken? Sneeuwwitje knikte verlegen. Dan moet je maar bij ons blijven, riepen de dwergen tegelijk. Jij kunt het huis schoonmaken en voor ons koken, wassen en naaien als wij naar ons werk zijn. Waarom heb ik het gevoel, als ik naar deze beelden kijk, dat ik mezelf een beetje kwijtraak? Ik weet natuurlijk dat dit allemaal onzin is, maar hoe komt het dat ik me er toch aan spiegel? Hoe komt het dat ik ergens een hele diepe behoefte heb dat mijn leven net zo mooi, ordelijk, schoon en geslaagd is als de levens die ik bij anderen denk te zien? Ik voel me opgejaagd door alle sprookjesachtige perfectie die appelleert aan een oergevoel van erbij willen horen of geaccepteerd willen worden. Volgens mij is dat de reden dat ik nooit nee tegen iets zeg en met alles mee wil doen. Ik wil er vanaf, want ik ben steeds op weg om iemand anders te worden en om beter te zijn dan mijzelf. En dat is dodelijk vermoeiend. Sinds ik deze serie maak, sprak ik met verschillende boeddhisten. Ik heb ook het mediteren weer opgepakt, dat ik vroeger al deed. Ik voel dat af en toe stilstaan mij goed doet. Via via kwam ik terecht bij Paul Lomans. Hij is zenmonnik. Vroeger was hij acteur, maar tegenwoordig begeleidt hij mensen met stressklachten. Ik wil hem vragen hoe ik om moet gaan met dat wurgende eisenpakket dat ik mijzelf heb opgelegd. Natuurlijk werk je ook naar dingen toe en zet je ook doelen waar je naartoe werkt. Maar de weg is net zo belangrijk. Of eigenlijk is de weg belangrijker. De weg is belangrijker dan het doel. De weg is het doel. Maar wat levert zo'n houding dan op? Wat zo'n houding oplevert is dat je veel meer in het moment bent. Maar wij doen natuurlijk heel veel dingen voor iets anders. En we doen boodschappen om straks te gaan eten. Of we bereiden iets voor om een publicatie te hebben. Of, nou ja, we doen heel veel dingen voor iets anders. We zijn dus heel veel bezig met ik doe nu dit om straks dat te kunnen doen. En zou het je lukken om eigenlijk van moment tot moment te kunnen zijn in wat je doet? En te zeggen van nou, ik ben aan het voorbereiden, maar voorbereiden is eigenlijk ook volle tijd. En ik ben volledig dat aan het doen. En dan geeft dat volledig aan het doen, geeft voldoening. Op dit moment heb ik er heel veel last van dat ik niet in het moment leef, eigenlijk. Dat ik de hele tijd bezig ben met deadlines. Ik heb nu een deadline. Ik heb eigenlijk elke maand wel een deadline voor iets. En ik merk dat mijn leven dus zich de hele tijd afspeelt naar de volgende deadline. Ja. Waardoor je altijd eigenlijk met een volgende maand of een volgende, soms is het over een half jaar. En in mijn hoofd leef ik nu al in juni, zeg maar. Omdat dan is mijn boek af, dan begin ik aan het volgende project. En van juni spring ik dan naar december, want dan is de première van de volgende voorstelling. Dus dan vergeet ik soms dat het maart is, nu. En waarom heb je daar dan last van? Wat mis je daar dan aan? Nou, ik mis dan maart. Je kunt het verschil maken tussen als dan en. De gedachte als dan en de en gedachte. Als dan is van, als ik dit gedaan heb, dan mag ik mij gelukkig voelen.
Als ik dit klaar heb, dan heb ik succes. De en-en-gedachte is, en ik ben dit aan het doen, en ik ben op weg hier naartoe, en het is nu al helemaal goed. En dat betekent dus dat je eigenlijk allebei tegelijk meeneemt. Dat wil zeggen, je ambitie mag er ook zijn. Nou, ik heb altijd het gevoel dat ik geen tijd te verliezen heb. Dat ik gewoon ontzettend moet opschieten. Dat ik ben bijna dood, denk ik de hele tijd. Ik heb nog maar heel even. Dit is het nu en niet straks. Straks is weer een ander nu. En dat nu kun je eigenlijk... Dat nu kun je eigenlijk alleen beleven als je voor een deel dat doel ook loslaat. Dus dat doel is er wel, maar je laat het ook los. Maar wat bedoel je daar dan mee? Dat het tegelijkertijd er is, maar ook los te laten? Want in wat is dan dat loslaten? Loslaten is eigenlijk... loslaten is eigenlijk geen bezit nemen van, zou je kunnen zeggen. Het je niet toe-eigenen. Dus je gaat zitten, je neemt geen bezit van... Nog van jouw gedachten, nog van jouw lichaam. Het is gewoon zoals het is en je doet er niks mee. Ik oefen in loslaten. Dat is moeilijk. We zijn niet gewend om los te laten. Eerder om ons vast te bijten in de dingen totdat ze zijn zoals we ze willen hebben. En dus dan te denken, oké, het is ook misschien helemaal niet makkelijk om daar te komen. Dus ik accepteer wel deze pijn die ik nu voel. Ja, of de vermoeidheid of... Ja. Is dat ook een soort hardheid die we hebben naar onszelf? Van, kom op, doorzetten, niet zeiken. Ja, misschien ook wel. Of het idee van het hoort erbij, hè? Wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Ik denk dat die geldingsdrang, dat nekt ons gewoon eigenlijk. Ja. Ik heb de hele tijd het idee dat ik inderdaad... iets moet achterlaten op deze wereld. Dat ik overal goed in moet zijn... Ja, waarom eigenlijk? Omdat dat heeft te maken, en volgens mij is dat ook best wel een vrouwending, met dat je denkt dat je pas gewaardeerd wordt als je iets perfect aflevert. Dat er ook wel heel erg de nadruk ligt op de lat hoog leggen. Dus iets doen in één keer, nou dan doe ik het voor een 7. Dat is niet oké. Je moet... alles eruit halen wat erin zit. Onze generatie, en zeker bij vrouwen, onze leuze was toen wij opgroeiden. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ja. Is dat heel erg vanuit onze generatie, wat ik heel erg mee heb gekregen vanuit mijn moeder, is eerst de studie afmaken, compleet onafhankelijk, zelfstandig zijn. Daarna komt die vent wel vanzelf, wat allemaal heel erg goed is. Maar dat betekent wel dat alles op mij aankomt, zou ik maar zeggen. In hoe het gaat met mij in het leven. Want laatst lag ik in bed en toen dacht ik... Oké, op welk gebied van mijn leven ben ik nou 100% tevreden? Dat ik echt denk, daar loopt het echt. Ja, gewoon dacht ik geen één. Bij alles kan ik wel iets bedenken. Oh ja, daar zou ik nog iets meer zo. Of ja, nee, dat gaat wel goed, maar moet nog iets meer daar en daar. Toen dacht ik... Wat is dat voor iets raars? Hoe kan dat nou? Dus als je dan ook nog heel veel dingen hebt gaan in je leven... als je kinderen hebt, als je een relatie hebt... als je ook nog een sociaal leven wilt hebben... dan moet dat allemaal mee kunnen draaien in dat ontzettend succesvol zijn. Terwijl het hele succesvolle is alleen maar voor een paar mensen eigenlijk weggelegd. Maar we denken dat we dat allemaal moeten kunnen... Waarom denken we dat dan? Ik denk dat is hetgeen is wat we voorgeschoteld krijgen. Dat het beeld is wat ons geschetst wordt, dat het dan pas goed is. En in jouw geval, als je ervan uitgaat dat je moeder kunt zijn die altijd biologisch kookt, helemaal haar kinderen leert kennen, in boekjes opschrijft wat hun ontwikkeling is, ondertussen interessante inhoudelijke projecten kunt doen voor een redelijk salaris in de filmwereld. In een supermooi huis, wat heel veel kost, in een huwelijk onderhouden en allerlei vriendschappen. Ik denk gewoon niet dat dat allemaal tegelijk kan. Ik was echt dingen aan het forceren. Ja, dat ik echt op het moment dat Senna dan in bed lag, was mijn hoofd was al bij de computer, want er lag zo'n stapel, hè, met huiswerk voor de studie. En als zij dan... Als hij dan ging huilen of zo, of niet ging slapen, dan was ik echt heel erg gestrest.
Ja. Want dan paste het niet meer. Ik heb veel jonge collega's om me heen die allemaal 5 dagen werken, maar ook allemaal geen 40 uur werken, maar 60 uur werken. En dat deed ik ook toen ik geen kinderen had. Maar ja, dat wil ik nu niet meer. Ik heb nog dat visioen van een paar jaar geleden dat ik dan met 2 krijsende kinderen aan de telefoon zat. 2 kinderen op schoot en de opdrachtgever en de telefoon die uit je handen valt of je kinderen die van je schoot vallen. En dus ik probeer het gewoon niet meer. Mijn oma zegt altijd, ik weet niet hoe jullie dat doen. Want, en mijn moeder ook, die begrijpen daar helemaal niks van. Maar we doen het ook, we kunnen het ook niet echt, toch? Nee. Ik besluit dat ik werk moet afzeggen. Hi Martine, ja, ik zou het echt heel graag willen doen. Ik vind het echt een hele leuke opdracht, maar het gaat me gewoon niet lukken. Hi Martine, je spreekt met Anne-Loor. Ik had jou gisteravond laat een mail gestuurd. Ik zou graag willen dat we een vervanger zoeken voor mij. Voor dit project, want het gaat me gewoon niet lukken. Hi Eva, je spreekt met Anne-Loor. Hi. Hey, ik wou je iets vervelends zeggen, want het kan morgen toch niet doorgaan. Hallo, met Anne-Loor. Ik wou even zeggen dat die film, dat gaat toch niet lukken. Ja. Ik ben ook een beetje bang dat iedereen nu zoiets heeft van Anne-Loor, die bellen we niet meer, want die zegt toch af. Want ik heb nu een paar mensen afgezegd. En het voelt wel ook echt als een opluchting, want het kon gewoon niet. Maar het is natuurlijk niet zo goed voor je naam om dat te doen. Dus dat is ook een soort druk die je voelt, van om gezien te blijven worden. En heb je een soort ideaalbeeld van jezelf daarin? Ik wil heel graag een heel goed boek schrijven nu en dan soms denk ik, ja, misschien ben ik gewoon een documentairemaker en niks meer of zo, weet je. Ik weet niet of ik dat kan, maar ik zou wel heel graag gezien willen worden als een soort intellectueel of iemand die heel goed kan schrijven. Dat is dan weer een nieuw doel, weet je wel. Dus ik ben nu wel een succesvolle documentairemaker, maar ik wil eigenlijk ook dat. En als ik dan word gevraagd op de Nacht van de Filosofie, dan denk je wel van, gelukkig, ik hoor erbij. Is het belangrijk voor jou om heel succesvol te zijn? Ja. Ja. Ik zou heel erg nee willen zeggen, maar het is gewoon niet zo. Ja. Ja. Want wat brengt dat je dan, denk je? Waarom is het belangrijk? Omdat je wil onderscheiden van anderen. Maar wat geeft dat je dan voor gevoel als je onderscheidt? Dat je er mag zijn. Maar dat kan alleen als je onderscheidt. Nou ja, dan voel je dat het sterkst, ja. Dat je recht op hebt op de plek die je inneemt. Zo'n gevoel. En het is natuurlijk best wel lelijk op een bepaalde manier, maar dat is wel heel erg aanwezig. Terwijl het werk wat ik maak dan allemaal heel erg gaat over verbinding en vrede en liefde. Maar intussen, ja, is dat er natuurlijk ook. Dan vraag ik wel eens aan mensen, wat vind je dat een positief zelfbeeld is? En dan schetsen ze vaak een heel ideaal beeld van iemand vol met zelfvertrouwen, die dingen zelf besluit en die gelukkig is. Ik heb een heel positief beeld. Voor mij is iemand met een positief zelfbeeld is iemand die zichzelf aanvaardt. Dat is het eerste. En zichzelf aanvaardt, dat wil zeggen eigenlijk dat je jezelf aanvaardt ook met de kanten van jezelf die je niet prettig vindt. Om te beginnen moet ik dan weten wie en wat ik allemaal ben. Duizenden gedachten gaan er dagelijks door mijn hoofd. En veel daarvan gaan eigenlijk over mezelf. Vaak is er een kritische stem die alles wat ik doe observeert en becommentarieert. Ik heb het gevoel dat ik niet samenval met mezelf. Ik wil mezelf graag weer bij elkaar krijgen. Hoe doe je dat? Als je zegt van nou, ik voel dat er altijd iemand op mijn schouder zit mee te kijken en mij beoordeelt over wat ik doe, dan is eigenlijk de manier waarop je daarmee omgaat is, accepteer eerst maar dat hij op je schouder zit. En dus een vriendschap mee te sluiten.
Nou, en dat klinkt paradoxaal, want dat vraagt dus eigenlijk dat jij vriendschap sluit met iets wat je kwijt wil raken. Dus eigenlijk in eerste instantie dat je het omarmt. En vanuit boeddhistisch oogpunt zou je kunnen zeggen, hoe kan ik dat nou doen? Hoe kom ik daar nou bij dat omarmen? Door het te gaan observeren. Dus telkens als jij merkt van, oh, nu kijkt dat vrouwtje op mijn schouder mee met mij en zegt tegen mij van, hey, heb je wel voldoende gelet op alles wat je moet doen van mij en van jou? Dan zeg je tegen die, oké, ik herken jou, zeg je dan. Ik herken jou, jij bent mijn stemmetje die meekijkt. En ik herken jou en ik observeer jou. Wetende dat het feit dat je dat doet, er niet voor zorgt dat het stemmetje weggaat van je schouder. Het enige wat er is dat je het observeert. En als je dat trouw doet, als je dat maar blijft doen, iedere keer weer, als je dan na een aantal weken terugkijkt, of na een maand en je kijkt terug, dan zie je van, hé, het is minder geworden. Louter en alleen door het heel getrouw, heel geduldig observeren, zonder dat je het wil veranderen, van dat aspect. Ik had altijd het gevoel dat mijn negatieve eigenschappen in de weg stonden van een lang en gelukkig leven. Ik was zo bezig met volmaaktheid dat dat eigenlijk mijn gevangenis is geworden. Ik voel mij vrijer als ik ruimte geef aan mijn minder perfecte zelf. En langzaam ben ik mijn sprookje aan het ontrafelen. Ik wil niet meer steeds de blije, zachtmoedige, milde, verzorgende, liefdevolle en toch slimme, ambitieuze en succesvolle hoofdpersoon zijn van mijn eigen leven. Gewoon zijn vind ik eigenlijk al ingewikkeld genoeg. Ze vonden Sneeuwwitje zo lief dat ze bij hen mocht blijven. Ze moest dan alleen wel hun huisje schoonhouden. Jullie huisje schoonhouden, zei Sneeuwwitje. Zijn jullie helemaal gek geworden? Jullie kunnen je eigen huisje wel schoonmaken. Ik ga mee naar de bergen om diamanten en goud te graven. Nou waren de dwergen toch wel verbaasd. Want ze hadden verwacht dat Sneeuwwitje hun huisje wel wilde schoonmaken. Het was toch immers een meisje. Maar Sneeuwwitje zei, jullie hebben het helemaal verkeerd begrepen. Mannen en vrouwen moeten allebei het huis schoonmaken. Niet alleen de vrouwen. En vanaf toen besloten ze het werk thuis eerlijk te verdelen. Verwen in het paleis. Jongens, hou eens op met dat geruzie. Alsjeblieft. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.